So, Anzhelika, this is your second week in Holland. Yes. Do you speak any Dutch already? Yeah, lekker ding ik hou van jou. Lekker ding ik hou van jou? Yeah. When I was 5 years old, my mama was the first teacher. And after I began it, and until now, I'm playing always all day long. All day. Every day. Of course, in my childhood, sometimes I hated it. Why I have to practice? Why? What for? My mom hit me sometimes. You have to practice. And I cried, I don't want to practice, but you have to. Okay. But I absolutely appreciate from my mom. Now I understand what for. It's a wonderful family. I think it's the best host family in the world. I call them my second family. So I have second mom, I have second daddy, I have two sisters, and the boyfriends of my sisters, also my brothers. So now I have a few huge family. Of course, we are almost every day lonely, because we are in the room inside, just yourself with the piano, nobody else. But how Chopin wrote, the piano is my best friend, it's my diary. So for me also like this, the piano is my best friend, and just the piano knows me so good. Nobody else, even my mother. Dat is mooi wat je zegt hier. Ja, en het is ook absoluut waar, want ik herinner mezelf nog vanuit die tijd, als je zeg maar in je puberteit bent en er net uitkomt, dan heb je het gevoel dat de hele wereld je niet begrijpt, hè? En alleen maar in jezelf, en dan vindt dat vertaling in het pianospelen. En dat is heerlijk, dat is prachtig. Is dat ook nog terug te horen in haar spel? Nou, dat vind ik minder zo, want ik vind in haar spel, in ieder geval in de voorrondes, was het erg stevig, erg krachtdadig spel. En Liszt nodigt daar een beetje te makkelijk toe uit. Ik vind dat je, als je die fortes en fortissimo's in zijn partituur ziet, die moet je een beetje in een context weten te plaatsen en zeggen van, nou ja, hier wordt dat bedoeld, daar wordt dat bedoeld. Daar mist hij misschien nog een beetje de ervaring voor. Maar het maakte een hele sterke, stevige indruk in de voorrondes. Ja. En waar we nu naar gaan luisteren? Het is het vierde deel uit het eerste pianoconcert. Goed. We'll be right back.
Ze houdt wel van wat geweld, deze Anzhelika. Ja, ja, ze is ook helemaal buiten adem. Hè. Zoals je ziet, blij, opgelucht, enigszins ademloos. Het is ook een zware opgave, dat laatste deel, hoor. Dat, die octaven en dat molto più mosso aan het eind. Nog eventjes een schepje erbovenop doen en dat eruit persen. Het is een moeilijk concept wat dat betreft. Goed gegaan voor haar? Ja, er zijn op detailniveau nogal wat, wat kleine slippertjes, wat foutjes. Ik vond haar niet helemaal opgewassen tegen deze samenwerking met het orkest. Maar ja, ze is natuurlijk piepjong. En het is een pianist met heel veel kwaliteiten. Maar die er misschien nu nog niet helemaal is. Ja. Nou zag je dat zij op een Fagioli-vleugel speelde. Vorige kandidaat ook. Terwijl de eerste kandidaat speelde op een Steinway. Wat is het verschil? Nou, dat is een heel groot verschil. In die zin, het zijn natuurlijk allebei vleugels van 2,75 meter ongeveer. Hetzelfde formaat. Handgebouwd. Prachtige instrumenten. Maar er is een hele andere filosofie ligt ten grondslag aan de Fagioli. Zelf ben ik een echte Steinway-speler. Maar die Fagioli die staat vooral bekend vanwege zijn prachtige mechaniek. Dat loopt allemaal heel soepel en heel snel. En ik denk ook dat dat de reden is dat twee van de drie mensen de Fagioli hebben gekozen. Het geluid wordt daar wat makkelijker geproduceerd dan op de Steinway. Zelf vind ik dat op de Steinway veel meer kleuren zitten. Dus dat uiteindelijk dat je daar toch beter af bent. Ja. Was er voor een jury om daar doorheen te luisteren? Dat is inderdaad moeilijk. Je kan het ook omdraaien. Het geeft de kandidaten dus de gelegenheid om op het instrument waarop zij denken dat ze het beste tot hun recht komen. En het beste hun muziek kunnen laten klinken. Het geeft hen de mogelijkheid om dat te doen.